Nou, dankjewel dat ik hier de mogelijkheid krijg om even te vertellen wat wij doen inderdaad met data. En vooral dan met data, wat doen wij met data om gebouwen slimmer te gaan gebruiken. Toen ik deze presentatie in elkaar zette, zat ik te denken, ja, we kunnen het weer gaan hebben over wat zijn smart buildings, hoe gaan smart buildings ons leven veranderen. Maar hoe ga je dat dan uitleggen? En dan probeer je toch altijd weer na te denken, ja, hoe zou ik dat thuis uitleggen als ik het aan mijn vriendin moet uitleggen of aan mijn ouders. Dus ik heb er een pakkend voorbeeld bij gezocht. Dit kunnen jullie misschien wel voorstellen, dat je 's ochtends opstaat en onder de douche aanzet en hij is ijskoud. Nou, het eerste wat je doet is natuurlijk naar je cv-ketel kijken van ja, wat is er mis mee. Bellen met de installateur van ik heb geen warm water, ik sta onder een koude douche en nu? Oh, een beetje last, ja. En het volgende is meteen, ja, we kunnen wel komen kijken, maar probeer dat maar eens in de agenda te passen. Hè, van wanneer ben je thuis? Het kan alleen tussen 4 en 8. Of het kan prima als je om 8 uur 's ochtends tot een uur of 4 's middags wacht. Maar dat zou niet nodig moeten zijn. Want eigenlijk die ketel, daar zit al zoveel intelligentie in. Die wist al een hele tijd dat die stuk ging. Dat die geen warm water kon leveren. En aan de kant van de installateur wisten we eigenlijk ook al heel lang van, ja, wij hebben best wel tijd om even naar die ketel toe te gaan. Op maandag de 24e hebben wij een monteur in de buurt. Die kan meteen wel even een servicebeurtje doen aan die klep, want die gaat binnenkort stuk. Dus als we nou die bots die in de ketel zitten kunnen laten praten aan de kant van de installateur. En die kijkt ook gewoon vervolgens meteen in de agenda. Dat is ook niet zo ingewikkeld. Mijn telefoon zegt ook elke ochtend keurig, de reistijd naar je werk is een half uur en neem even de A12, want dat is erg druk. Ja, dat moeten die computersystemen ook kunnen. Dus op die manier begint er langzamer een slim gebouw te komen. En misschien zijn die slimme gebouwen wel cognitieve gebouwen. Want een cognitief gebouw zegt eigenlijk niks anders dan een gebouw wat kan nadenken, wat kan praten. En ergens lijken natuurlijk gebouwen ook wel gewoon op mensen. Gebouwen kunnen nadenken. Maar gebouwen hebben ook energie nodig. Wij hebben energie nodig vanuit eten. We hebben allebei lucht nodig. Dus hoe gaan we nou zorgen dat die volgende stappen, dat die gebouwen, die cognitieve functies eigenlijk verder gaan ontwikkelen? Nou, daar wil ik graag even wat meer over vertellen. En het eerste wat jullie dan misschien wel denken is, ja, maar waarom vertelt BAM dat? Want we zijn eigenlijk gewoon een bouwbedrijf en jullie zijn vast heel erg goed in het opeenstapelen van stenen. En misschien nog een keer een cv-ketel inhangen. Maar wij doen meer. En dat is ook heel erg ingegeven vanuit onze strategie die wij als BAM-groep hebben. Building the present, creating the future. Alle dingen die we nu doen, moeten we beter gaan doen. En we moeten ook al heel erg nagedenken, hoe zien de gebouwen en hoe zien onze dienstverlening in de toekomst eruit. En een hele hoop van die dienstverlening, die zal ook veel meer digitaal zijn. Veel meer vanuit de data gedreven. Nou, als je het dan echt hebt over data gedreven, wat doe je met die data? Dat is ook het onderwerp van onze presentatie. Je wil voorspellen. Nou, dit is natuurlijk een mooi voorbeeldje van het weer wat we proberen te voorspellen. En dat voorspellen is eigenlijk altijd wel heel erg lastig. Zeker al gaat het over de toekomst. Onze weermannen kunnen nog steeds heel erg slecht voorspellen, ja, wat het weer volgende week wordt. Laat staan dat het, wat het volgende maand wordt. Dus misschien moeten we wel gewoon beginnen met het creëren van de toekomst. Dan, ja, is het veel makkelijker te voorspellen. En zo komen ons eigenlijk de visie van BAM en waar wij mee bezig zijn heel goed samen. Building the present, creating the future. Nou, wij hebben ooit uiteengezet van, vanuit Energy Systems, BAM Energy Systems, hoe kijken wij er nou naar? Het belangrijkste voor ons is dat wij uiteindelijk energie weten te besparen in gebouwen en de resources die we hebben zo optimaal mogelijk inzetten. Dus de resources, dat zit niet alleen in de materialen, maar ook in de tijd die we beschikbaar hebben. En we zijn gaan kijken van, als we daarover hebben, waar staan we nu? Als we naar gebouw kijken, wij kunnen nu goed meten vanuit een gebouwbeheersysteem of een gebouw of een ketel werkt, ja of nee. De foutdetectie en een stukje diagnose. Maar waar wij heen willen, is eigenlijk dat het gebouw continu doorgekeken wordt en beter aangestuurd wordt. Continuous commissioning. En al hebben we het over de signalering van het gebouw werkt niet goed.
Ja, hartstikke leuk dat hij signaleert dat er iets niet goed gaat. Misschien is het helemaal niet belangrijk, maar we willen juist die notificatie van de belangrijke dingen. Dus de prioritisering van alle problemen, die willen we goed hebben. Want dan ga je slimme dingen doen. Dan ga je je monteur heen sturen op het moment dat het nodig is. En dan heb je het over energie. Ja, we doen nu energiemanagement. Maar wij willen eigenlijk veel beter in de vingers krijgen hoe presteert mijn gebouw nou, hoe presteert mijn installaties. Wat voor invloed heeft de gebruiker erop? Dus je plugload, wat halen wij uit de stopcontacten? Of wat maakt het uit als er heel veel mensen tegelijkertijd binnenkomen? En uiteindelijk willen we ook gaan zorgen dat het vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd wordt. Dus een stukje load balancing. En een ander ding waar we al veel mee doen is het energie inkopen. Maar ja, energie inkopen kan natuurlijk heel plat. Ik bel een energieleverancier op. Ik heb 1 miljoen kilowattuur nodig. In het komende jaar heb je een prijs voor me. Maar dat kun je nog veel slimmer gaan doen. Wij realiseren heel veel duurzame energieopwekcentrales, PV, windmolens. En wij zetten heel veel gebouwen neer die energie gebruiken. Als we dat beter op elkaar weten af te stemmen en die flexibiliteit uit die twee componenten halen, ja, dan gaan we echt energie en energiekosten besparen. Dus dat zijn eigenlijk de doelen waaraan we werken. En als je dan kijkt, als we niet uitkijken, was dit een beetje het niveau waar we stonden. Hè? We moesten handmatig langs alle meters. En er was wel heel veel kennis beschikbaar, maar dat zit in allerlei plekken zit dat verstopt. Dus hoe breng je dat nou bij elkaar? Nou, het eerste wat we gezegd hebben, als we dit willen gaan doen, hebben we misschien een heel ander type mensen nodig. Dus onze afdeling herkennen we bijna niet meer, waar we vroeger bij een bouwer heel veel technische mensen vanuit bouwkunde, vanuit installatietechniek hadden. Zijn het nu allemaal mensen die handig zijn met datamodellen, met voorspellingsmodellen, met computers, maar ook veel meer vanuit het psychologische aspect van hoe zit iemand nou in een gebouw. En als je dan verder gaat met dat soort mensen en die data, dan het eerste wat je kan doen is, we kunnen fantastische risicomodellen gaan maken en misschien komt er wel uit, we zetten al ons geld gewoon op rood, een beetje een casinomodel. Maar met het voorspellen gaat het daar eigenlijk helemaal niet om. Het gaat niet om. Het gaat er veel meer om hoe zorg ik nou dat ik grip krijg op de dingen die ik slecht kan voorspellen. Hoe krijg ik nou inzicht in patronen? Hoe zorg ik nou voor dat ik weet wat er gaat gebeuren, zodat ik daar mijn keuzes op kan gaan baseren? En dat is eigenlijk waar wij mee bezig zijn. En je moet dus patronen uit data weten te halen. Als je patronen uit data haalt, dan kun je de voorspelbaarheid, dan kun je zien wat er verwacht. En ik dacht, hoe ga ik dat illustreren? Nou, dit is volgens mij wel een heel goed voorbeeld. Jullie kennen vast allemaal wel waar is Wally of where is Waldo. De bedoeling is op een grote drukke kleurplaat eigenlijk zoeken waar is dat mannetje die in de linker onderhoek staat. En je wordt heel erg in de war gebracht. Hij heeft een rood-wit shirtje aan en er zijn heel veel rood-witte elementen erin. Maar er zit een bepaald patroon in. Dat rood-witte is een patroon en wij moeten er alleen uit zien te herkennen van wat we zoeken. En in dit geval Waldo. En voor de mensen die hem echt zoeken, uiteindelijk, hij staat er echt op. Hij zit hier. Hartstikke leuk dus nu dit stukje patroonherkenning. Maar wat willen wij er nou mee doen? Dit is eigenlijk wat wij nu aan het creëren zijn. We zijn robots aan het maken die patroonherkenning voor ons doen. En door die hele berg data die wij verzamelen heen lopen, die patronen eruit halen en Waldo aanwijzen. En als je dat dus voor gebouwen doet, ja, dat scheelt je heel veel tijd. Want dit is eigenlijk waar wij met z'n allen zelf mee bezig waren. We verzamelen wel heel veel data, misschien wel van honderden gebouwen, duizenden datapunten. En die gingen we dan handmatig doorzoeken. En je kunt je voorstellen dat het heel veel tijd en heel veel energie kost. En dat het er zo uitziet, ja, zo gaan we er niet komen. En als je het dan mathematisch gaat opzoeken, ja, dan kom je er eigenlijk achter dat hier ook patronen in zitten. Dit is dus echt een voorbeeld. Als je naar de Waldo posters kijkt, in deze twee rode banen, daar heb je de grootste kans dat je ze gaat zoeken. Dat is wat wij onze computers nu ook leren. In die gebouwdata die wij verzamelen, zoek dit soort patronen eruit, zoek waar het hoort te zitten. Nou, hoe gaan we dat doen? Ik had al eerder aangegeven, we hebben een hele hoop mensen erbij gezocht die dat gaan doen. Die moeten we ook inzetten. En een van de eerste voorbeeldprojecten waar we dit zijn gaan doen is de Amsterdam Arena. De Amsterdam Arena heeft een grote ambitie om
een veel digitaler stadion te worden. Ze willen heel veel met data gaan doen. En wij zijn die gebouwdata gaan ophalen en daar eens gaan kijken van oké, wat voor patronen zien wij hier nu in en wat zouden wij ermee kunnen? En dan heb je dan over energie. Dit is eigenlijk wat wij normaal verwachten als we naar een gebouw gaan kijken. Het gasverbruik heeft een gigantisch badkuipprofiel. In de winter is het heel hoog. Daarna zien we in de zomer weer een hele tijd niks. En dan aan het eind van het jaar loopt die weer heel erg omhoog. En vervolgens heb je dan ook nog een hoop gebruikers, evenementen, voetbalwedstrijden, concerten die daar ook heel veel invloed hebben. Dus misschien is je badkuip wel niet helemaal de badkuip die we hadden verwacht. Dus het eerste waar we mee zijn gestart is uitvoeren van eigenlijk wat we noemen de descriptive analytics. Heel erg terugkijken op de data. Oké, wat is er gebeurd? Hoe zag het energiegebruik eruit? Hoe hebben we gepresteerd op KPI's in het verleden? En dat doen we allemaal om straks weer te kunnen leren naar het heden. Ja, en dat ziet er bij ons dan op deze manier uit. We laden alle data in en verwerken dat allerlei rapporten, modellen waarmee wij weer verder op zoek kunnen gaan naar besparende maatregelen. Maar de volgende stap is dus, wat had ik misschien mogen verwachten? Dit is een voorbeeld, misschien dan meer van een kantoor, niet zozeer van een voetbalstadion. Maar wat gebeurt er nou als er opeens heel veel meer mensen zijn? Dan hebben we het echt over predictive analytics. Dan moeten we voorspellingen gaan doen. En bijvoorbeeld voorspellingen, wat gaat er nu gebeuren als er zoveel mensen tegelijkertijd in de ruimte komen? Wat gaat er gebeuren met mijn temperatuur? En als ik weet dat die ontzettend hoog gaat worden, omdat ik aan de poort heel veel mensen heb binnen zien komen, ja, misschien moet ik wel eerder beginnen met koelen en niet wachten tot er comfortklachten zijn. En diezelfde voorspellende waarden die we uit die data halen, ja, die kunnen we ook gaan inzetten voor onze predictive maintenance. We kunnen vooraf voorspellingen gaan doen. Hoe kunnen we die data in gaan zetten om te weten dat er iets stuk gaat? Ja, en hoe doen we dat uiteindelijk? Daar is die eerste stap zo belangrijk voor. Je moet patronen gaan achterhalen. En dan bezig met wat we noemen de root cause analysis. Wat is nou echt de bron van het probleem? En vanuit daar ga je modelleren. Welke stappen moet ik nou doorlopen om uiteindelijk wat er aan de bovenkant uitkomt, een te hoge temperatuur, een stukken klep van een verwarmingsketel. Hoe kan ik dat nou achterhalen? En dit hebben wij met succes toegepast bij de Amsterdam Arena. In een van de VIP-ruimtes van de arena hebben we wat uitdagingen gehad met de temperatuur. En we zijn dus echt van tevoren gaan meten, hoeveel mensen komen er waar binnen? Hoe gaat de temperatuur zich dan ontwikkelen? En hoe kunnen wij onze regelstrategie daarop aanpassen? Dus dat is het ene kant wat wij hebben gedaan met onze predictive analytics. En de andere kant, we hebben daar ook wat technische problemen gehad. En juist door het toepassen van die root cause analysis hebben we van tevoren kunnen zien aankomen. Als de installatie op deze manier gaat werken, dan gaan we uiteindelijk niet de performance leveren die we zouden moeten leveren. Aan allerlei parameters die we hebben gemeten, hebben we dat voortijdig kunnen aantonen voordat het gebouwbeheersysteem dat zelf had kunnen zien. Dus we hebben het daadwerkelijk in de praktijk gebracht. Een ander doel waar we dat voor gebruiken is het beheersen van eigenlijk onze verbruiksprofielen. We worden heel erg hard afgerekend als we over bepaalde vermogensgrenzen gaan. Energietarieven zijn ook op sommige momenten duurder dan op andere momenten. En door die voorspelling te kunnen doen, hebben we er ook modellen kunnen maken waar we hadden kunnen voorspellen dat het energieverbruik hoog was. Kunnen we nu misschien een paar installatiedelen even uitzetten, zodat we wat minder gaan gebruiken. Allemaal aan de hand van die voorspellende waarden. Ja, en dan weten we dus wat we kunnen voorspellen. Maar dan is het eigenlijk, wat moeten we gaan doen? En dan wil ik eigenlijk een beetje de parallel leggen met onze collega's vanuit de bouw. Die hebben ook jarenlang eigenlijk vanuit dit soort tekeningen moeten nadenken. Oké, hoe ga ik dit nou slim inrichten? Hoe ga ik mijn bouw nou goed neerzetten? En dit is hoe we nu eigenlijk onze collega's ook helpen. We helpen ze veel meer met allerlei augmented reality mogelijkheden om uit te leggen van monteer op de volgende manier een ketel op deze plek. Of er zit een storing in de koelmachine, dit component moet eruit zijn.
Dat soort dingen, dat soort adviezen gaan wij ook maken op basis van data. En dat noemen we dan de prescriptive analytics. En dat gaat er veel meer over niet van ja, wat gaat er misschien gebeuren, maar vooral wat zouden we eraan moeten gaan doen. En als we dat soort dingen gaan inrichten, ja, dan kunnen we vanuit veel meer databronnen gebruik maken en die op elkaar gaan koppelen. En dan moet je bijvoorbeeld nadenken aan de duurzame energieopwek. De duurzame energieopwek heeft een hele grote invloed op onze prijs. We zetten steeds meer windmolens neer, maar we leggen ook steeds meer PV-panelen neer. Nou, als de wind waait, is er heel veel energie beschikbaar. Als de zon schijnt, is er heel veel energie beschikbaar. Dat betekent dat de energie heel veel goedkoper gaat worden. En ook vice versa. En als je dat dus kunt voorspellen van oké, op dit moment is mijn energie heel goedkoop. Dan kun je misschien wel een paar uur van tevoren een ruimte gaan verwarmen. Of een ruimte gaan koelen. En op het moment dat je weet, ja, ik zie aan de weermodellen dat het misschien wel heel veel minder wind komt. Of er komt heel veel minder zon. Ja, misschien moeten we dan wel even een paar dingen uit gaan zetten. Demand response. Als je dat aan de kant van het gebouw weet te achterhalen en aan de kant van de opwek, ja, dan kun je dit soort modellen gaan maken. Dan kunnen we dus een gebouw veel slimmer gaan sturen. Nou, dat soort modellen hebben wij ook ingevoerd. Dus wij zijn nu echt met die flexibiliteit van de energielevering, die ruimte daarin, zijn wij modellen gaan maken waardoor wij het gebouw veel slimmer hebben kunnen gaan sturen. En een voorbeeld daarvan is het, we hebben het toegepast bij het Eneco-gebouw, waar we dus nu echt delen van het gebouw slim aansturen op het moment dat de energie bijvoorbeeld goedkoop is. Of alleen elektrische auto's gaan laden op het moment dat de elektriciteit goedkoop is. En op andere momenten de gebouwen weer gaan verwarmen. Ja, en al die dingen die nu de revue zijn gepasseerd, het zijn allemaal patronen. Die patronen die leggen we vast in algoritmes. En als je al die algoritmes maar verzamel en generiek maakt, kunnen we die op heel veel gebouwen en installaties toepassen. En dan gebruiken we echt die data om ons werk slimmer te maken. En dan kun je je voorstellen dat we een hele grote bibliotheken van gegevens opbouwen, waar we complete gebouwportfolio's mee slim kunnen aansturen. Dus dat is hetgene waar wij nu heel hard mee bezig zijn. En daarmee had ik eigenlijk ook mijn verhaal afgerond. Zo.